Ik ben Sam Rijver en voor Injebrowser.nl is dit een korte overview van TweetDeck in je browser. TweetDeck is een, is een tool die je kan gebruiken om Twitter uh, ja, hoe zeg dat, beter in te zetten, zetten. Omdat je kolommen kan filteren, o, o, extra kan toevoegen, meerdere accounts kan gebruiken. En dat is populair geworden volgens mij een jaar of wat nadat Twitter. Uh, uh, ...gelanceerd, wat dus denk ik, wat is dat, het, zou het zijn, 2008, 2009, zoiets, dat uh, TweetDeck populair was. Ondertussen is TweetDeck overgenomen uh, door Twitter en uh, is het ook mogelijk om TweetDeck te gaan gebruiken in je browser. Tot nu toe, of tot voordat het voor die optie kwam om in je browser te gebruiken, moest je Adobe Air installeren. Dat is dus weer extra software op je computer, uh, wat ja, niet ideaal is. Ik vind het sowieso een beetje troep en... Uh, ik, ik doe liever de dingen in mijn browser natuurlijk. En dat heeft uh, als groot voordeel dat die dingen ook gesynchroniseerd blijven. Nu is het ook wel zo dat als je de gedownloade applicatie gebruikt op je, op je Mac of op je Windows of wat dan ook, dat uh, het ook gesynchroniseerd blijft met de webversie. Dus je hebt zat mogelijkheden, maar wij gaan kijken naar de, naar de webversie. Je kan de webversie bereiken door hem te installeren in Google Chrome. Um, Via de Chrome Web Store, zoek even op TweetDeck, launch app of installeer app en dan launch app. Ik heb hem hier al staan als tabblad vastgepint, omdat ik hem vaak open heb staan, zoals je ziet, op wat zoektermen over Haarlem. Maar laten we bij het begin beginnen. Overigens is het ook mogelijk om in een andere browser te gebruiken door web.tweetdeck.com te bezoeken. En dan kan je hem dus ook in je browser gebruiken. Ik weet dat het werkt voor Safari en voor Firefox. En ik neem aan dat het voor de moderne uh, Internet Explorer ook, ook geldt, maar dat weet ik niet. Nou, Tweetek uh, heb je een accountje voor nodig. Dat is gekoppeld aan Twitter. Dus dat, kan, dat is allemaal aan, aanschaffen of hoe noem je dat? Uh, aanvragen is allemaal niet zo'n uh, zo onwijs veel werk. Na een minuut of twee ben je up and running. En dan heb je dus een, een overzicht zoals dit. Je kan meer dan één account toevoegen. Laten we meteen maar even kijken bij settings. Je kan een Twitter-account toevoegen of een Facebook-account toevoegen. Nou, ik gebruik alleen maar mijn Twitter-account. En zelfs daar ben ik eigenlijk niet actief. Want uh, Google Plus is mijn platform van keuze om. Uh, sociale media te, te onderhouden, maar goed, uh, Twitter heeft uh, heeft ook een paar voordelen en soms gebruik ik dat voor een retweetje of voor iets uh, de wereld in te sturen en voor uh, dingen in de gaten te houden die er in mijn buurt uh, gebeuren of dingen die vandaag aan de gang zijn, bijvoorbeeld de rechtszaak tussen Apple en Samsung. Nou, uh, even kijken, laten we gewoon kijken. We hebben Home, en, uh, duidelijk dat is je je, je, noem je dat je timeline waar je je dingen kan lezen. Een Dingetje, een tabblad of een kolom met Admi, me, dingen die tegen mij gezegd zijn. Nou, je ziet dat ik niet zo heel actief ben. Ik ben, ben bijna een maand geleden door iemand genoemd en dat is een paar keer geretweet. Nou, voor de rest uh, gebeurt daar dus niet zoveel. Vandaag was er een uh, rechtszaak tussen Apple en, uh, te, tegen Samsung. Nou, dat wou ik even weten. Maar er is een of andere kerel die heeft een populair plaatje gemaakt of zo. En die wordt net altijd geretweet. Dus dat is wat irritant. Maar op, normaal gesproken, als je voor het eerst inlogt, zit hier je. Direct messages, je inbox. Nou, die heb ik helemaal aan het eind staan. Maar dat gaat niemand wat aan natuurlijk verder. Um, je kan scrollen door je, uh, door je verschillende kolommen. Nou, dit is eigenlijk waar ik hem altijd open heb staan. Ik woon in Haarlem en ik vind het interessant om te kijken wat er gebeurt. Uh, of te horen wat er gebeurt, lezen wat er gebeurt. Als ik een ambulance langs zie komen of... Uh, er is een een of andere harde knal... dat ik denk van wauw, was dat nou vuurwerk? Of uh, nou ja, anders, weet ik veel. Uh, dat soort dingen. Daarom heb ik uh, deze zoekkolommen openstaan. En dan zijn er natuurlijk nog uh, de zoekkolommen... die ik dan, zoals vandaag dan hier... Apple versus Samsung. Uh, normaal is dat uh, iets anders. Een, uh, iets wat je die dag in de gaten wil houden... als er een debat is. Of uh, een voetbalwedstrijd. Of uh, de, weet ik veel, de Voice of Holland. Whatever wat je wil volgen... kan je natuurlijk gewoon toevoegen. Want er zit uh, niet alleen een... Schrijf een nieuwe tweet functie. Nou, je kan je gewoon uh, wat, uh, wat tikken en je kan dan je account kiezen. Als je meer dan één account hebt, kan je dus verschillende accounts kiezen. Of kiezen welk account je wil sturen. Foto's toevoegen, uh, locatietjes, direct messages. Dat is allemaal natuurlijk gewoon prima te doen. Uh, dat kan je ook niet anders verwachten. Wat ik het interessantste vind, is het toevoegen van extra kolommen. En nou ja, zoals je kan zien, je kan een timeline kolommen toevoegen, mentions, zoekkolommen, dat vind ik de interessantste. Mocht je wel veel gebruik maken van Twitter en ook lijsten gebruiken, dan is dit ongetwijfeld ook een hele fijne functie of een kolom om toe te voegen. Berichten, trends, ik heb nog niet door hoe je Nederlands trends kan toevoegen, maar het is ongetwijfeld een drukje voor nou, tweets. En favorites en scheduled is als je kennelijk... Uh, opgezette tijden wat dingen de wereld in wil sturen, dan zou je dat volgens mij kunnen gebruiken. Ik gebruik het niet, dus ik zou het je niet durven zeggen. Dus als we even kijken hoe dat werkt, als we dan een zoekkolom toevoegen en dan zoeken we naar KPN en dan add column. En dan, als het goed is, is er net gesynchroniseerd. En dan zien we dan zien we hier een, een zoekkolom met. Uh, nou ja, goed, uh, wat is dat? Uh, dingen over KPN, <laughs> wat je net hebt toegevoegd. Nou goed, dat is dus een korte overzicht van TweetDeck. Uh, ik ben Sam en dit was een filmpje voor injebrowser.nl.